Moordkamp. Oké, jongens en meisjes, jullie weten het, we gaan op werkweek zo meteen. De bussen staan hier al klaar. Groep 6, 7 was erg blij dat ze op kamp gingen. In de dubbeldekkerbus zat de sfeer er al goed in. We gaan op kamp! We gaan op kamp! We gaan op les! Zo, zullen we het hier doen? Nou, ja, even kijken. Een paar jongens van de groep waren echt speurneuzen. En zij onderzochten de kampeerplek erg goed. Nou, plek maar hier wel veilig. Zullen we het hier... opzetten? Ja. Toen de plek was goedgekeurd, ging de groep in een razend tempo het hele kamp opbouwen. Zo stond alles binnen een uurtje klaar en waren de speurneuzen alweer druk bezig om alles in de gaten te houden. Dat was echt gezellig. Ja, meiden, stil. We doen onderzoek. Ja, hier is vroeger de moord gepleegd. Ja, we zijn op onderzoek. Nou, lekker boeien! De speurneuzen hadden een paar asocialen bij de begraafplaats gezien. Huis, kopen voor ons! Nu! Zeg eens! Voetbal begint zo, ja? Ze waren snel naar het basketbalveldje gegaan omdat ze het daar beter konden zien. Kijk, ja, ik zie het ook. Drie zwarte gasten met twee meiden. De klasgenoten vonden de speurneuzen maar vervelend en stuurden hun weg van het veldje. De speurneuzen dachten nu eindelijk iets op het spoor te zijn en besloten de asociale mannen te achtervolgen. De speurneuzen waren slim en hadden geleerd niet vlakbij het huisje te stoppen. De asocialen zaten nu naar voetbal te kijken. Schiet die bal weg! Ja, dat is wel een En de speurneuzen hielden van achter een paar bosjes alles in de gaten. Oh, ze gooien gewoon zo naar het ding dat aan de hand van. Dat is net zoals in de mandje aflevering. Ja! De meiden hadden er genoeg van en begonnen terug te dreigen. Wat voor mensen zijn jullie? Ik ga de politie gelijk waarschuwen. Zeker weten. Oké. Wat? Als we in de cel belanden door, als we in de politie bellen. Ja, zo. Net alsof je zogenaamd aardig doet. En ja, dat is ook. We sluiten achter achteren en dan bam! Hebben we onze verhalen. Ja. De asocialen hadden een gemeen plantje voor de meiden bedacht. Ze deden zogenaamd aardig tegen hun. Klinkt een beetje raar. Ik doe zo iets aardig. Ik denk dat ze een plantje in zich in de schat hebben. Is het terug? Ja, ik heb Ze werden vermoord voor de ogen van de speurneuzen. Ik moet ze gaan helpen, ik ga hem laten. Eentje wilde gaan helpen, maar de andere hield hem tegen voor zijn eigen veiligheid. In de auto hadden ze een plan bedacht. Ze vertelden het tegen hun klasgenoten die bij een grote kamp stonden. Hoewel niemand de speurneuzen geloofde, wilden ze wel meehelpen. Het plantje was om de vermoorde meisjes te vervangen. Door twee meiden die erop leken om zo de asociale te verrassen. Ja? Oké, wat is het plan? 10.000 euro? Ja, dat is wel even lachen. Wat? Wat is het vermoord? Ze was
was het per ongeluk en werd de asociale gearresteerd en opgesloten. Ja, ja.